Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag zit bij mij aan tafel Denise Harleman. Zij is initiatiefneemster, oprichter en kwartiermaker van Collectief Kapitaal. En vandaag gaan we het hebben over dat initiatief en we gaan het hebben over het begrip solidariteit. Ja. Ik hoop het. Denise, welkom. Dank. Leuk dat je er bent. Eerste keer in onze studio, denk ik, hè? In Leiden. Jij komt zelf uit Rotterdam afgereisd. Ja. Want daar ben jij ook het hoofd van de lokale afdeling en de eerste versie eigenlijk van het Collectief Kapitaal organisatie. Nou, dat was in Amsterdam. Oh, dat was in Amsterdam. Nou, ja. We beginnen meteen lekker. Ja. Mensen zullen hier, als ze meekijken met ons, niet meteen weten wat is eigenlijk Collectief Kapitaal. Nee. Misschien wil jij vast even kort uitleggen. Wat is dat voor organisatie? Wat doen jullie eigenlijk? Ja, het is een beweging. Een beweging van burgers uit heel Nederland. Die geloven dat het mogelijk is om een samenleving te organiseren waarin geen mens meer bestaansonzeker hoeft te zijn. Sterker nog, wij vinden het eigenlijk absurd dat dat nu wel aan de hand is en dat dat bijna een vanzelfsprekendheid is, dat dat bij een samenleving hoort. En wij gezamenlijk doen eigenlijk twee dingen. Wij onderzoeken wat is er nodig om die samenleving te verwerkelijken. Daarin onderzoeken we onze eigen rol. Hè, welke overtuigingen, welke denkbeelden, wat houdt eigenlijk dat wat we nu hebben in stand? Hoe spelen we in feite met z'n allen een rol in deze situatie? En wij voeren actie. En die actie die ziet eruit, wij zamelen geld in en wij herverdelen dat geld onder mensen die bestaansonzeker zijn. Ja, en dat doen jullie nu inmiddels ook al in een stad of 4 volgens mij. Hè? En de 5e wordt verkend. Is in de maak. Ja. En wanneer is dit begonnen? In 2020, tijdens de eerste lockdown. Mm-hmm. Ik vond het heel fascinerend om te zien hoe in die tijd het woord solidariteit eigenlijk te pas en te onpas werd gebruikt. Maar naar mijn idee ook in een context die eigenlijk de lading onder dat woord vandaan haalde. Dus solidariteit, want we klappen voor elkaar. Solidariteit, want we doen boodschappen voor elkaar. Ik bedoel, ook hele mooie uitingen van mensen onderling. Maar iets wat in mijn hoofd eigenlijk meer klassificeert als zorgzaamheid dan als solidariteit. Mm. En ik vroeg me eigenlijk af of wij nog weten wat dat woord eigenlijk betekent. En welk appel dat woord eigenlijk ook op ons doet. Op hoe wij als samenleving samen leven. Ja, en omgaan met elkaar. En hoe we omgaan met elkaar. En ik besloot dat woord eigenlijk te gaan onderzoeken. En dat onderzoek, daarvan dacht ik, als je iets wil onderzoeken, dan kijk, je kan dingen beschouwen vanaf een afstand. Daar doe je ook kennis mee op. Maar juist met zoiets als solidariteit gaat het denk ik ook over om te voelen wanneer dat in jezelf in het geding komt. En wat is dan een ding wat solidariteit heel snel onder druk zet? Dat is geld. Ja. En toen besloot ik 100 mensen 8 maanden lang 50 euro te vragen. Om te onderzoeken aan wie we dat geld eigenlijk zouden geven. Of hoe we dat zouden herverdelen. Op welke manier. Welke overtuigingen daar dan aan ten grondslag zouden liggen. Etcetera, etcetera. Dus dit is een uit de hand gelopen onderzoek. Want 3 jaar later doen we het nog steeds. Ja. En gaat het ook in die zin best goed, maar de schaal neemt toe en de stakes nemen ook toe. Mm. Jullie zijn ook erg afhankelijk van vrijwillige ondersteuning, van mensen die dus zichzelf ook geroepen voelen en aangetrokken tot de boodschap. Hoe gaat dat bij jullie in zijn werk? Dus jullie werven heel veel energie van de mensen die iets zien in dat idee, maar dat lijkt me ook moeilijk om dat allemaal te coördineren. Dus hoe ziet die dagelijkse praktijk van een van de collectief kapitaalvestingen eruit? Ja. Nou, hoe we beginnen is, ik geloof echt dat we alleen iets aan bestaanszekerheid kunnen doen als we dat vanuit de lens doen van gemeenschapsvorming. Het moet gaan over onze cultuur, over dat wat wij
sociaal zijn met elkaar, over een nieuwe ethiek. Dus het allerbelangrijkste daarin is verbinding. Is elkaar in de ogen aankijken en onderzoeken. Waarom heb ik een vooroordeel over jou? Waarom denk ik, wat in mij kan geloven dat jij een bepaalde situatie aan jezelf te danken hebt? En dat ongemak aangaan. Dus dat is eigenlijk ongeveer wat we... Nee, maar dat doen we veel, dit soort gesprekken voeren. Ja. En dat betekent ook dat de ontwikkeling van collectief kapitaal, alle steden waar we nu in zitten, dat is een realiteit geworden omdat mensen daar woonden en dachten, hey, kan dit ook in mijn stad? Ja. En dan gaan wij mobiliseren. Dus dan is op een gegeven moment bedacht, oké, we willen onderzoeken of het ook in Leeuwarden kan. Nou, dan gaat de eerste persoon die dat idee heeft gehad, gaat mensen bellen. Goh, zou jij dit ook tof vinden? Denk jij ook dat we dit zo samen kunnen doen? Ja, denk ook. Oké. Nou, dan gaat het balletje rollen en had je eerst 1 mens, heb je er 5, heb je er 10. En dan besluiten die 10 mensen, kijk, als wij nog meer mensen bij dit idee willen betrekken, dan gaan we gewoon avonden organiseren. Oké. Wie regelt de locatie? Wie regelt het programma? En zo is het stap voor stap vanuit mensen geboren, worden de volgende stappen gezet. Ja. Dat betekent tegelijkertijd ook dat je... We doen die acties, het goede gesprek voeren. Maar je wil ook dat alle inzichten en dat wat er verandert misschien in mensen zelf, dat niet alleen maar in dat collectief blijft. Ja. Dus je gaat ook onderzoeken hoe maak je dit deelbaar? Hoe zorg je dat die transitie ook buiten het collectief kan gaan plaatsvinden? Dus we doen daar ook participatief actieonderzoek naar. Natuurlijk zijn we ook wekelijks in gesprek met organisaties en met mensen die ook dagelijks strijden voor die samenleving. Om te onderzoeken, hey, waar kunnen wij elkaar versterken? Ik denk, je hebt allerlei verschillende manieren om tot verandering te komen. Wij pakken hem vanuit de gemeenschap. Een bottom-up beweging. Maar goed, we hebben op dit moment ook beleid op tafel liggen wat niet klopt. Wij proberen vanuit onze kant natuurlijk ook een steentje bij te dragen om dat beleid veranderd te krijgen. Ja. Net zoals dat heel veel andere organisaties daar ook mee bezig zijn. Dus ook op die manier ben je een vorm van agenderen aan het doen. Ja, precies. Dus ja, zo. Ja, jullie zetten het op de website. Schitterende website trouwens, waar ook het hele programma heel mooi uiteen staat gezet. En waar je ook ziet de complexiteit van de organisatie en de verschillende stappen waaruit zo'n traject in zo'n stad, waaruit dat bestaat. En hoe je natuurlijk ook die contacten voortdurend moet blijven onderhouden. Dus er zit ook een deeltje reproductie en een dikje productie zit er ook in. Het interessante daaraan vind ik dus inderdaad die twee aspecten van dat proces. Nou, ik wou in eerste instantie wel even kort zeggen, misschien kan je daar even iets over uitleggen, dat jullie heel mooi ook uiteenzetten dus op die website, die diverse programmalijnen die jullie hanteren. Je had het net dus al even over het agenderen, het aansluiting vinden bij die instituties, ook ten dele, dat ook een belangrijke derde stap is. Jullie hebben het dus over enerzijds, je noemde het mobiliseren, maar op de website hebben jullie het volgens mij over collectiviseren inderdaad, ja. Dan over kennis delen en over wat je net dus aangeeft, dat agenderen. Ja. Kan je even kort die stappen voor ons uiteenzetten? Zeker. Dus dat collectiviseren is die vorming van een collectief in een stad. Er staat hier een pot op tafel. En in die pot verzamelen we tijd, ja, zorg voor elkaar, liefde. Ja. Alles wat mensen te delen hebben. Ja. Dus het gaat helemaal niet alleen over geld. Ja. Dat is dat collectiviseren. En in dat collectiviseren zie je ook dat alles wat ontstaat bij collectief kapitaal voor en door de mensen wordt gedaan die er onderdeel van zijn. Dat hebben we georganiseerd in allerlei cirkels. En die cirkels hebben een bepaalde taak of een bepaalde verantwoordelijkheid. Die voeren zij uit. En daar zit dus de groei van de beweging. Dat is in die programmalijn. In die tweede programmalijn, kennisdeling, zetten we eigenlijk daar de lens op. Op basis van 4 thema's. Dus wat zie je gebeuren aan betekenisgeving op bestaanszekerheid. Als mensen uiteindelijk uit deze pot bijvoorbeeld 12 maanden lang iedere maand 1000 euro hebben gehad, welke ervaring hebben zij in hun eigen leven ten aanzien van bestaanszekerheid?
maar ook de mensen die delen. Hoe gaan zij anders naar dat onderwerp kijken? Welke betekenis geven zij? We doen dit als een collectief. Daar zit de filosofie achter. Maar hoe vormt een collectief zich? Wat is er eigenlijk nodig om dat weer te ervaren? Dat onderzoeken we hier ook. Ja. De acties. Dat doen we hier in dat participatieve actieonderzoek. Ook dat wordt door vrijwilligers gedaan onder aansturing van een actieonderzoeker die we op dit moment aan het werven zijn. Mm. En die derde lijn, die programmalijn of die agenderingslijn, dat is niet via memo's of rapporten schrijven. Dat is ook, alles bij ons gaat vanuit verbinding. Mm. Dus als wij door dat onderzoek inzichten hebben, waarnemingen, dan gaan wij naar mensen toe om daarover in gesprek te gaan. Goh, we zien dat persoon X die de schenking heeft gehad, nu zijn afvalheffingen kwijtschelding verliest. Is dat wat we willen? Is dat een prikkel die doet wat hij moet doen? Of moeten we het daarover hebben, meneer of mevrouw of de ambtenaar of wie dan ook? Dus we gaan continu het gesprek aan over, kan dit ook anders? En waarom vinden we dat dat zou moeten of waarom niet? Dat is onze manier van agenderen. Ja, wat ik ook heel fascinerend vind, is dus aan de manier waarop jullie het aanpakken, is dat enerzijds heb je heel sterk die praktische lijn, heel erg actiegeoriënteerd. Maar anderzijds voortdurend dus dat monitoren van je eigen proces, heel reflexief dus ook in die actie staan. En dat is voortdurend dus ook proberen, denk ik, om wat er dan komt uit die brainstorms, uit die interactie die je ook weer hebt met elkaar, die kennis die je daarin wint. Hoe breng je dat ook weer terug, die organisatie in? Het lijkt me best complex om met zo'n grote groep ook dat proces te stroomlijnen. Zeker. Waar lopen jullie tegenaan? Of wat heb je geleerd over dat proces in de loop van het te doen? Ja, één ding wat ik nog eerst wil opmerken. Het klopt helemaal wat je zegt. Dus het uitgangspunt van ons is dus ook dat we een lerende beweging zijn. Omdat hoe wij een probleem definiëren bepaalt ook de oplossing die we zoeken. Dus als je in jezelf probeert open te houden, ik heb altijd nog iets te leren over wat het probleem echt is, blijf je ook bewegelijk in de oplossing en kan je omarmen wat vanuit de praktijk komt. Die bewegelijkheid is ook heel noodzakelijk voor het zijn van een collectief. Want sommige mensen zitten er al 3 jaar bij, andere mensen pas een maand. Dus, en je wil dat iedereen het gevoel heeft, dit is ook van mij. Ik draag een steentje bij. En dat betekent dat een van de lessen die we ook echt geleerd hebben in dat collectieve werken is dat er een hele goede balans gezocht moet worden, enerzijds tussen wat vaststaat en anderzijds dat wat niet vaststaat, dat wat altijd in beweging mag zijn, omdat je daarmee ook open blijft voor ieder nieuw mens dat erbij komt. In die zin denk ik ook dat je kan zeggen, je kan een collectief niet uitroepen. Mm. Je kan een organisatievorm uitroepen, maar het is iets dat groeit. Rituelen vormen zich, vriendschappen vormen zich. En die diepe verbindingslaag, dat is wel de humus waar een collectief eigenlijk vervolgens op kan gaan bouwen. Wat we dus ook geleerd hebben is dat je tegelijkertijd dus wel ook echt strakke structuren nodig hebt, die niet zozeer gaan over dit is het en niet anders, maar wel dit zijn de condities waarbinnen wij bewegelijk kunnen blijven. Ja. Dat is mooi gezegd inderdaad. Ja, juist inderdaad, dingen die je vast moet stellen om jezelf een bredere bewegingsmogelijkheid weer op andere gebieden te garanderen. Ja, ja, want je hebt wel ook, energie gaat makkelijker weg dan soms dat het komt. Ja. En energie lekt ook weg als je stuurloos lijkt. Mm. Maar tussen flexibel zijn en stuurloos zijn zit een enorm groot gebied. Ja. En dat is het gebied dat wij met meer dan 1000 mensen proberen te organiseren. Ja, dat is echt interessant, want het is ergens een vorm van radicale, participatieve democratie. Ja. Je bent allemaal onderdeel van het proces, je hebt ook allemaal je eigen stem in dat proces. Je ziet natuurlijk ergens ook dat binnen onze geëikte, meer nationale instituties, de overheidsinstituties, dat dit dus iets is waar men ook wel voor lijkt terug te deinzen hier en daar. Hoeveel wil je nou daadwerkelijk ophalen bij het volk? Hoeveel inspraak wil je mensen nou daadwerkelijk geven? Want men heeft dan denk ik de angst ook wel dat processen kan vertragen misschien. Of dat ook leidt tot een vorm van, nou precies die stuurloosheid waar je het over hebt. Te veel koks in de keuken. Ik bedoel, zijn dat gesprekken die jullie ook daarover hebben? Of merken jullie dat op het moment dat je dus ook in de weer gaat met elkaar, dat het ook allemaal redelijk, nou ja, op een gegeven moment begint het te stromen? Dus hoe is je ervaring daarmee? Nou, kijk,
Het is niet zo dat omdat je een collectief bent, dat ieder idee goed is, want we zijn een collectief. Ja. Het is alleen dat iedereen wel dat idee kan inbrengen en dat je met elkaar, je bent het eens over waar je voor bent. En je bent het ook eens over de cultuur waarbinnen je dat wil laten ontstaan. Daar. En dat is dus ook niet zo dat je, dit zijn de kernwaarden en dat is dan ook staccato. Het is continu in gesprek het afwegingskader maken. Waarom denken wij nu dat dit niet een goed idee is? Mm-hmm. En dat verdient vervolgens een gesprek. Ja. Maar dat waarover je het eens bent met elkaar, of dat, wat dat vergezicht is, dat hebben we natuurlijk ook vastgelegd. Dat noemen we een brondocument. Ieder nieuwe mens die erbij komt, krijgt dat ook te lezen. Overal door het land is dat ook de eerste activiteit die we doen. Over die bron in gesprek gaan. Goh, hoe verhoud jij je daartoe? Wat spreekt jou aan? Wat niet? Wat vind je eigenlijk stom in wat hier staat? Mm. Kijk, je kan onderdeel zijn van iets zonder het 100% met alles eens te zijn. Dus ook dat voorbeeld wat je geeft over de terughoudendheid van de overheid. Ik denk dat we te vaak aan of uit van de dingen denken. Goed of niet goed. Maar de meeste dingen zijn waar in het grijs. En dat is het gebied dat we opnieuw met elkaar moeten gaan onderzoeken en aangaan. En dan niet van tafel stappen als iemand iets zegt waar jij, ja, waar je geïrriteerd van raakt, ja, of verdrietig van raakt. Maar dat is dus ook heel pijnlijk. Dan door. Ja, precies. En dan door. En dat is natuurlijk ergens ook, je moet dan dus ook bereid zijn iets van jezelf op te geven. Zeker. Op een bepaalde manier. Je hebt sterke ideeën, gevoelens over iets. Ja. Je wordt daar misschien niet graag in uitgedaagd. Maar jullie zoeken die spanning op. Dat vind ik ook mooi van het proces. Misschien niet altijd overal expliciet, maar toch wel proberen te bevragen. Waar lopen we tegenaan? Waarom vinden we dit lastig? Ja. Je hebt natuurlijk twee verschillende, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, want zoals je zegt, het is natuurlijk eigenlijk ook een grijs gebied. Ik wilde gaan zeggen, je hebt eigenlijk een pool van hulpbehoevende mensen en een pool van hulpgevende mensen. Mm-mm. Nee, dat klopt al niet misschien. Nou, misschien kan je daar eens over zeggen. Want switch dat dus ook, hoe benaderen jullie dat? Nee, dat is echt. Wij hebben een systeem dat mensen ziek maakt. Mm-hmm, mm-hmm. Dat is niet het probleem van één groep. Precies. Dat is het probleem van een samenleving. Ja, exact. Hè? Dus ik bedoel het ook niet te zeggen, in de samenleving als geheel heb je die twee maar groepen. Maar dus ook niet in het collectief. Nee, precies, precies. Want je zult, het is een gedeelde strijd. Ja. Het is het probleem dat we op te lossen hebben. Te vaak wordt bestaanszekerheid aan, bijna als een karaktereigenschap gehangen aan een kwetsbare doelgroep. Ja. Ben jij niet kwetsbaar? Dat moet je aan mevrouw vragen. Maar ik kan wel heel kwetsbaar zijn. Maar ik ben niet kwetsbaar, denk ik, op een manier dat mensen dus mij. Want ik snap precies wat je bedoelt. Hè? Dus de neiging om bij kwetsbare groepen ook te wijzen naar bijvoorbeeld een cultuur. Of naar mensen zijn waarschijnlijk misschien te lui om er echt energie in te steken. Er wordt natuurlijk heel makkelijk rondom mensen in kwetsbare posities. Nee, maar jij ziet kwetsbaar als een misschien een emotionele staat van zijn. Mm. Maar als jij en je vriendin nu uit elkaar gaan. Mm. Of er gebeurt iets anders in je leven, kan ik je vertellen dat jij in dit systeem zeer kwetsbaar ja, bent. Ja, absoluut. Het is de situatie is je nog niet overkomen. Ja. En daardoor kunnen heel veel mensen nog steeds denken, er is een safe side en een non-safe side. En we moeten de ene groep mensen verplaatsen naar die safe side. Mm. Maar die safe side is er niet. Mm. En dat maakt dat we met z'n allen moeten erkennen dat we een ander systeem nodig hebben. Dat wij binnen dit systeem allemaal kwetsbaar zijn. Ook al zijn de verschillen op dit moment onevenredig groot. Dat verschil hoef je niet te bagatelliseren. Mm-hmm. Terwijl je tegelijkertijd kan erkennen, we zijn allemaal kwetsbaar. Ja. En vanuit dat idee is dit een gedeelde strijd. En is er dus ook niet een groep hulpgevers, weldoeners, hulpvragers. Precies. Het is een groep mensen die met elkaar gelooft, het moet en het kan anders. En daar beginnen we vandaag mee. Ja. En ja, daarin heeft een bepaalde groep, iedereen heeft iets anders te delen met dat collectief. Maar collectief kapitaal zou helemaal niet zijn wat het nu is, zonder dat er in 2021 5 mensen zo dapper waren. Mm. Om 12 maanden lang €1000 te ontvangen van wildvreemde mensen. Ja. Ga zelf bedenken, dat is niet een groep die zijn hand ophield. Dat is een groep die besloot om te zeggen, ik red het niet meer alleen. Precies. Ja. En ik wil dat samen met andere mensen uitzoeken en verder brengen in de hoop dat niemand na mij dit ooit nog hoeft te ervaren.
Dat is een compleet andere attitude. Sorry, ik word daar ook... Dat is een heel andere attitude. Ja. Ja. Dit gaat over wij. Precies. De kans is namelijk heel groot dat jij misschien een groter onderdeel bent van het probleem dan zij. Ja. Dus wie heeft hier hulp nodig? Precies. Ja, nee, dat is mooi gezegd. Nee, dat is inderdaad. En het gaat ook om die zin, ik herken me daar heel sterk in. Hè? Dus dat je juist probeert dus die solidariteit te zoeken op de plekken waar je gedeeld kwetsbaar bent. En dat je daarin dus ook die toenadering kan zoeken tot elkaar. Maar je merkt wel dat heel veel mensen staan er anders in. Dat is ook het mooie van jullie initiatief, dat je toch ook opzoekt van ja, solidariteit is makkelijk om over te praten, maar het is een stuk moeilijker om in de praktijk te brengen. Want ik denk dat veel mensen veel liever solidair zijn op die manier waarop ik hem net beschreef. Zeker. Deze mensen hebben hulp nodig. Nou, kijk eens hoe goed ik bezig ben. Ik geef deze mensen €5 elke maand en ik koop dat nu voor mezelf af. En eigenlijk is dat ook iets waarvan jullie zeggen van ja, dus hier, dit is dus niet hoe solidariteit wordt gekweekt. Dit is eigenlijk een soort van, je maakt je er makkelijk vanaf, solidariteit light, of het verdient eigenlijk dat woord niet eens. Dus dat vraag ik me ook precies, vind ik dat het interessante aan dus die, wat er gebeurt op het moment dat je met de mensen daadwerkelijk die solidariteit probeert in de praktijk te brengen. Ik kan me voorstellen dat mensen zoals ik en jij, witte, hoogopgeleide mensen, toch ook daarin gaan met een gevoel van, nou ja, dit doe ik en dan heb ik het mooi verdiend. Maar ik bedoel, gebeurt het ooit in dat proces dat je dus ook mensen moet, dat het uitkomt in zo'n proces dat je dus nog meer, dat er meer van je verwacht wordt dan alleen maar die monetaire bijdrage, die misschien nog relatief makkelijk te leveren is. Kijk, hier hebben we veel gesprekken over met elkaar. Als je zegt aan de kant van mensen die de schenking ontvangen, dat doen we op basis van vertrouwen. Mm. Dan geldt dat ook voor de mensen die iets geven. Mm-hmm. Die verdienen ook vertrouwen. Absoluut, ja. En dan vervolgens komt er de uitnodiging. Zou jij ook actief betrokken willen zijn bij collectief kapitaal? Zou je op een andere manier deze beweging kunnen versterken? Daar mag je ja tegen zeggen, daar mag je nee tegen zeggen. En zeker is het zo dat, dat je ziet dat mensen een appel voelen om te helpen. Wat ik ook begrijp. Want heel vaak wordt het probleem ook op die manier neergezet. Dus dat is een cultuur. Alleen vervolgens ben je dan bij collectief kapitaal. En dan gaan we daarover het gesprek aan. Ja. Dus je ziet bij heel veel mensen ook op zichzelf daarin een reflectie. Goh, ik kwam inderdaad op die manier binnen, maar nu, na 2 jaar, zou ik dat woord niet meer gebruiken. Dus ik denk ook dat het belangrijk is dat we aan de voorkant niet daarvan zeggen dat mag niet. Mm. Maar dat er de ruimte is om door te bewegen in iets. Ja, ik verander iedere dag wel over iets van gedachten. Dat is leren op zich. Dus hierin ook is er. Je kan daarop terugblikken, weet je wel. En ik bedoel, dat zal ook niet iedereen doen. We zijn niet een soort heilige beweging. We strijden voor iets en daar zitten heel veel mensen bij. En die hebben allemaal heel verschillende achtergronden en ideeën over wat goed is voor de wereld. Ja, we zijn het ook heel vaak oneens. Ja. Het is ook heel vaak, of heel vaak, maar het kan best wel eens ongemakkelijk worden. Ja. Ik bedoel, maar dat is ook strijden voor iets. Dat is je idealen naast elkaar neerleggen en zeggen, dat vind ik echt een dom idee. En dan ga je praten. Precies. Want je had het aan het begin ook over samen eigenlijk ontdekken wat solidariteit is. Dat het eigenlijk onderdeel is van wat solidariteit is. Dat je eigenlijk samen daar ook een vorm van betekenis aan kan geven, invulling aan kan geven. Wat heb jij geleerd over solidariteit sinds jij begon met dit idee? Hoe ben jij veranderd of misschien verdiept in jouw opvatting over wat solidariteit betekent? Wat ik in ieder geval heb geleerd is, of wat ik denk te hebben gezien, is dat het in Nederland, waar we ergens, het heeft zoveel lagen in zich, ik ga proberen ze goed te fragmenteren. We hebben ook wel even de tijd hoor. Ja, kijk, ik denk dat wij gewend zijn aan het idee dat de overheid er is om dit soort dingen op te lossen. En ik vind ook dat de overheid echt grote steken laat vallen in het faciliteren van voorzieningen, basisrechten, basis sociale rechten, om dat te voorkomen. Dat is waar. Er is ook iets anders waar. Want een overheid kan niet besluiten
wat wij zouden moeten denken en vinden. Dat is een dialoog tussen een overheid en haar, of niet eens tussen een, wij zijn in eerste instantie allemaal burgers. De dingen die wij geloven, die komen terecht in hoe beleid wordt uitgevoerd. Als ik dan kijk naar wat ik heb geleerd over solidariteit, dan zie ik dus inderdaad een bepaalde gefragmenteerd denken. Zorgzaam, ja. Dat willen we wel zijn. Maar dat solidariteit ook een politiek ding is. Dat het een gewetensvraag is. Dat het iets vraagt van iedereen die in die samenleving leeft, om met elkaar ook voortdurend dat geweten te zijn en te herijken. En daarin actief je rol als burger vorm te geven. Daarin zie ik dat wij dat velen van ons dat niet vanzelfsprekend meer hebben. Mm. Omdat we zo gewend zijn geraakt aan die overheid die bepaalde dingen voor ons doet. Ja. En het is ook daarin een soort aan of uit. Ja. Het is de overheid of niet. Ja. Het is de individuele burger die iets beter moet, ja, anders moet of niet. Ja. Maar dit en die gemeenschap en dit is allemaal tegelijkertijd waar. En we zullen een balans tussen die dingen moeten vinden om tot een werkelijke transitie te komen. En daarin zie je, ja, komt ook weer een, ik weet niet of mijn gedrag daarin per se is veranderd, maar ik denk dat ik me meer en meer besef wat de complexiteit is van dit willen veranderen op deze manier en mensen in beweging daarin te brengen. Zo van, dat kunnen we ook bewaren voor wat later. Ja, dat lijkt me leuk. Want ik vraag me ook wel af, wat geef jij mensen mee die zelf ook, punt 1 wil je, mensen sluiten zich aan bij collectief kapitaal. Maar er zijn meer mensen die denk ik bewondering hebben voor de manier waarop je dit hebt weten op te tuigen. Omdat ik denk dat heel veel mensen die zitten ergens met, wat kan ik en wat wil ik en hoe ga ik dingen bereiken? En misschien dan toch ergens terugdeinzen voor ook daadwerkelijk dat op te pakken en zo. Dus misschien kan je daar ook nog wel wat goede pointers geven aan jonge mensen en misschien minder jonge mensen, maar die dus zelf proberen om op zo'nzelfde manier een bijdrage te leveren. Misschien voordat we dat doen, ben ik ook benieuwd naar, er zijn veel initiatieven. Voorafgaand in dit gesprek had je het ook even kort over hoe jullie proberen ook echt in de haarvaten van de samenleving door te dringen. Ik bedoel, werken jullie dus ook, zoeken jullie het contact met andere sociale bewegingen of met bijvoorbeeld lokale verenigingen of buurthuizen of noem maar op. Zo van, hoe zoeken jullie dat contact met dat maatschappelijk middenveld? Ja. Nou, om een voorbeeld te geven, op 13 juli openen de inschrijvingscampagnes zowel in Rotterdam als in Amsterdam, beide steden, specifiek postcodegebied, waar mensen zich voor kunnen inschrijven als zij op of onder bestaansminimum leven. En wat we dan als collectief in die steden doen, is we maken met elkaar van dat postcodegebied, brengen we gewoon helemaal in kaart welke organisaties zitten hier, welke mensen wonen hier. En vervolgens ga je al die organisaties en al die mensen mailen en bellen. Dus wij zoeken heel actief continu contact met andere organisaties. Ja. Ook denk ik omdat daar ook weer een geloof onder ligt. De veranderingen die nodig zijn, die vinden plaats in een ecosysteem. Collectief kapitaal gaat echt niet in zijn eentje dit probleem oplossen. Ja. Dat moet een samenspel zijn. Ja. En dat samenspel zoeken we op. En met wat voor partij gaat het dan om? Dat kan dus heel breed zijn. Heel breed. Dus dat is van de scholen in de wijk, huisartsen, wijkorganisaties. Zowel informeel als formeel. Dat is winkeliers. Dat is op plekken staan waarvan je weet, daar komen veel bewoners samen. Dat is naar ochtenden gaan waar activiteiten plaatsvinden. Facebookgroepen aanspreken. Dat is alles, wat ons sociale leven en werkende leven op zo'n fysieke plek eigenlijk vormt. Ja, en wat voor respons merk je van mensen? Ik bedoel, zijn er genoeg die willen meedoen, maar het kan altijd meer. Maar zo van, heb je dan ook met mensen, merk je meteen heel veel enthousiasme? Of merk je skepsis? Of zo van, wat is een beetje de reactie die je doorgaand krijgt op het moment dat je mensen uitlegt wat je probeert te realiseren? Ja, heel verschillend. Ah. Dus zeker zijn er veel mensen enthousiast. Soms zijn ze enthousiast over de poging. En soms zijn ze ook echt direct heel overtuigd van niet alleen het
het herverdelen van geld, maar die doorzien eigenlijk direct waarom dat op de manier gebeurt zoals wij dat doen. Maar we krijgen net zo goed vaak hele kritische punten terug. En dat varieert van dit is een druppel op een gloeiende plaat, tot aan punten die eigenlijk toch wat vaker te maken hebben met wantrouwen. Of is dat nou wel verstandig dat? Ja. We hebben het hele scala, krijgen we iedere dag voorbij. En komt dat dan ook terug in de organisatie? In de zin van, soms komen er mensen binnen die zijn misschien van nature wat sceptischer over dingen. En die gooien dan ook die kritische noot erin. En dat wordt dan ook gewaardeerd misschien of zo. Of is het, merk je toch wel op het moment dat mensen zich aansluiten, zoals je net aan het begin zei, je hebt een gedeelde missie. Dus daar vervolgens, daar ga je dan niet nog overlopen steggelen per se. Maar misschien zou het nou, dat jawel. Misschien niet over de fundamentele uitgangspunten. Mm. Maar over hoe... Wat is de... Iedereen heeft een ander idee van de route, hoe verandering tot stand komt. Dus er zijn misschien mensen in het collectief die veel meer nog verder de barricade op zouden willen. En sommige mensen eigenlijk die nog veel meer geloven in die beleidsbeïnvloeding. Kijk, daarin kan je enorm van inzicht verschillen. Ja. Maar als jij gelooft dat op deze manier het inkomen herverdelen niet zou moeten, dat er van tevoren plannen gemaakt moeten worden of criteria opgesteld moeten worden over wie dan wel en wie dan niet, dan past collectief kapitaal niet bij jou. Want dat gaan we niet veranderen. Ja, want je hebt het daar meermalen ook in ons voorgesprek, je had het daarnet, zin speelde er ook even op, is dat dit ook wel dingen zijn waar mensen tegenaan kunnen lopen. Wie verdient dit? Ja. Hoe denk je daar zelf over na? Dat het ook zelfs ook heel pijnlijk kan zijn om in jezelf te zien. Dat is een hele mooie film. Ik kom even niet op de naam van de regisseur. The Square. Mm-hmm. En dat is, misschien heb je hem wel eens gezien. Dat is een Zweedse film, als ik me niet vergis. Dat gaat heel erg over politiek en esthetiek op een bepaalde manier. En het gaat ook heel erg over hoe mensen die meer affluent zijn omgaan met het dus helpen van mensen die niet van diezelfde privileges gebruik kunnen maken. En dat het heel erg speelt met dus wat er verwacht wordt op het moment dat je dat doet. Dat je een soort van dankbaarheid verwacht. Het gaat heel erg over de esthetiek eigenlijk van dankbaarheid ergens ook. Hè? Dus er zijn veel mensen uit de Roma-gemeenschap, die wonen in Zweden, vaak ook niet heel erg beschermd. Dus er zijn veel Roma-mensen figureren in die film. En dan wordt op een gegeven moment een van die dames wordt dan een broodje aangereikt door een van de meer well-to-do mensen uit die film. En dan wordt dan overgaan, dankjewel. En verwacht je nou dat ik een of ander dansje voor jou ga doen? En eigenlijk verwacht dus die persoon dat wel. En ik vond het zelf heel pijnlijk om te zien. Want ik denk van, dit is wel wat het is. Als je een muntje geeft aan iemand, of als je dat doet, je doet het voor jezelf. Je bent dan heel blij. Je verwacht ook een vorm van dankbaarheid. Er zit iets heel hypocriets in, ervaar ik dan ook met mezelf. En het is eigenlijk, je koopt dat af. Ik noemde dat woord eerder al. Waar merk je dat mensen dus tegenaan lopen als het gaat over die gesprek van wie verdient dit? Zie je dat mensen daar ook in een soort van dat gesprek met zichzelf aan moeten gaan daarover? En hoe ziet zo'n gesprek er dan uit bij jullie? Ja. Dat gesprek, dat natuurlijk komt dat ook allemaal ter tafel. Ik denk dat dat je ook weer verschillende thema's kan zien in hoe je kan nadenken over wie heeft recht. Mm. Dus je hebt mensen die wat pragmatischer zijn. Die laten het recht spreken vanuit wie is het snelst zo goed mogelijk geholpen. Mm, Je kan recht ook bezien vanuit iedereen gelijke kansen. Dan is collectief kapitaal in die zin past goed. Ja. Dan zijn er ook mensen die zeggen, voor mensen die geen eigen schuld hebben, helemaal mee. Maar sommige mensen maken toch wel keuzes waar ik me niet helemaal in kan vinden. Mm. Die hebben dan misschien minder recht. Of heb ik daar iets over te zeggen? Komt of heb, ja. Ja, nou, en dan ga je dat gesprek met elkaar voeren. Kijk, ik denk dat het heel ingewikkeld is als je ik denk dat wij een samenleving hebben waarin er per definitie geen gelijke kansen zijn. Ik denk dat het zelfs zo is dat je zou kunnen zeggen dat er een bepaalde groep mensen in onze samenleving, jij zei het net ook, stelselmatig minder beschermd wordt, meer risico loopt dan andere mensen. Zolang dat het systeem is, vind ik het heel ingewikkeld om individuele keuzes op een weegschaal te gaan leggen. Omdat je
de keuzes niet los kan zien van een context. Ja. En daarom geloof ik op dit moment heel erg in het narratief dat collectief kapitaal daarop neerzet. En daarom wordt er ook gewoon geloot. Je zult radicaal iets anders moeten uitproberen voordat je in dit geharrewar blijft hangen. Ja. We hebben de basis niet op orde. Ja. Waarom gaan we het in godsnaam over individuele keuzes hebben? Ja. Het is gewoon een structureel, systematisch probleem. Dat moet eerst in orde. Ja. En dan kunnen we eens eventjes gaan kijken. Dat lijkt me ook heel moeilijk maken op het moment dat je weet dat je beperkt bent in de manier waarop je mensen kan helpen. Dat er maar zoveel mensen zijn die je kan helpen. Waar komen deze mensen vandaan? Melden die zich bij jullie organisatie of zijn jullie zelf? Je zei het net al even, maar dat was voor het gesprek, van dat je ook wel deur tot deur gaat. Maar hoe ziet dat eruit? Hoe kom je met mensen in contact die goed gebruik zouden kunnen maken of echt gebaat zouden kunnen zijn bij de activiteiten van collectief kapitaal? Ja, eerst nog even. Kijk, tuurlijk vind ik het heel... Het grijpt mij ontzettend aan om te zien hoeveel mails wij dagelijks krijgen van mensen die in nood zijn. Alleen, ik probeer ook bij mezelf te zeggen, wij kunnen niet iedereen helpen, want we zijn volledig afhankelijk van crowdfunding. En ergens is het dus ook zo, dit is een heel collectief kapitaal is een verbeelding van een ideaal. Het doet een uitnodiging aan jou. Denk jij dat het ook anders kan? Ja. Dus daar gaat het over. En dat je ondertussen ook een aantal mensen uit die situatie haalt. Ik ben iedere dag heel blij dat dat zo is. Maar ik hou vooral ook mijn aandacht bij deze. Bij dat systemische ding dat ik wil veranderen. Dus ik probeer mezelf echt uit het helpen narratief te houden. Want anders wordt het soms heel zwaar. Dan overmant de machteloosheid je echt. Ja. Want dan ga je aantallen tellen en wat je wel en wat je niet kan doen. Precies. Over de andere gedeelte van de vraag. Ja, dat is dus inderdaad zorgen dat je in de wijk bekend bent bij allerlei organisaties en mensen. Die ook weer in contact staan met mensen die in bestaansonzekerheid leven. En continu aan ieder van hen vragen, help je mee dit onder de aandacht te brengen. He, dus het is echt een ecosysteem wat je daar probeert vorm te geven. Om te zorgen dat de mensen waarvan je hoopt dat ze ervan te horen krijgen, dat ook krijgen. Ja. En dan is het dus zo dat mensen vervolgens naar onze website kunnen gaan, daar minimaal gegevens achterlaten, contactgegevens. Ja. Daarmee sta je op de lijst en dan wordt er geloot. Ja, ja. Mensen kunnen zich aanmelden bij collectiefkapitaal.nl. Ja. Ja. Zoals gezegd, hele mooie website. Dus kijk daar vooral ook even op. Er staat heel ordentelijk ook uitgelegd wat er allemaal gebeurt. Je ziet ook hier echt heel goed zicht ook op de organisatie. Dat vind ik ook heel mooi. Het is heel transparant vormgegeven ook allemaal. Dat is onze partner Van de Jong gedaan, wil ik toch even benoemen. Dat is echt een partner die dat doet. Ja. Nou, en die dat zeer mooi doet. Dus die link staat ook onder dit gesprek. Kijk daar vooral even naar. Als je jezelf wil aanmelden voor collectief kapitaal, als je zelf iets wil bijdragen, dan kan dat dus ook. Niet alleen dus inderdaad met die financiële hulp, maar er zijn vestingen in Amsterdam, in Rotterdam, in Leeuwarden en in Arnhem. Ja. En nu in Utrecht is er dus verkennen. Een soort pilot verkennings bezig. Kom massaal, wil ik vragen. Ja, meld je aan, kom daarheen. Ja. Je kan natuurlijk de website waar dat zit, denk ik. Hè? Dus mensen kunnen daar ook even goed kijken. Ja. Is er misschien... ik wil toch afsluiten met die vraag. Ja. Mensen moeten sowieso gaan kijken naar collectief kapitaal. Ja. Maar het is ook een erg inspirerend, vind ik, initiatief dat je hebt neergezet. Het bewonderenswaardig dat je dat in je eentje bent opgezet samen met een aantal anderen. Dat het nu staat waar het staat. Zo van, wat zou jij mensen willen meegeven die dit proberen, wat jij nu hebt aan het proberen bent, wat je nu aan het doen bent. Hè? Om die moed ook te houden. Ja, het is helemaal niet zo inspirerend wat ik nu ga zeggen. Maar het enige wat ik heb geleerd in de afgelopen 3 jaar is stap voor stap. Mm. Er zijn zoveel momenten geweest dat ik er helemaal doorheen zat. Mm. En dat ik echt dacht, waar ben ik aan begonnen? En het enige wat je kan doen is stug door blijven lopen. En gewoon, ploegen. Ja. Als je echt iets wil veranderen, is het gewoon ploegen. En daar moet je gecommitteerd aan zijn. En dan is het gewoon... Immer geraden oud. Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd. Hey, hartelijk dank voor dit gesprek. Jij ook. Mensen, kijk echt even op collectiefkapitaal.nl. Kijk wat je daar kan doen, want ze hebben je steun hard nodig. Wij natuurlijk ook. Wij
gaat, we kunnen deze uitzending ook niet voor niets maken. Maar laten we dit toch even echt richten op collectief kapitaal. Kijk even op hun website. De link staat onder de video. Hartelijk dank. En misschien tot de volgende keer. Yes. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.